Ja. Een hele, hele goede zondagmorgen. Welkom bij de vlog van de Stofjes, lieve YouTube-kijkers. Volgende week. Het is een bijzondere. Althans, dat wordt een bijzondere. Dat is namelijk de 100ste vlog. Ja, dat is mijn andere woord, dit is de 99ste. Als je mensen goed kunt tellen, dan is dit de 99ste. Oh. Ja. Goh, wat moet ik daarvan zeggen? Ik ik vind het wel leuk eigenlijk, moet ik zeggen. Ik had eigenlijk voor mezelf niet verwacht dat ik die 100 al zou maken. Ja, en dan goed. Het is zo. 100 stuks. Nice. Ik moet even nadenken wat ik de volgende week mee ga doen met die 100. Maar dat is leuk. Nou, vandaag weer een leuk dagje. Nou, zo te zien, je ziet op de achtergrond een lekker zonnetje. De temperatuur is op dit moment 1,5 graad. Hardlopen in het bos was lekker. Een beetje frisjes aan de benen in het begin. Ik had mij een beetje verkeken. Ik had wel gezorgd dat ik in ieder geval een thermootje nog aan heb gedaan met lange mouwen. Want ik had eerst gewoon een korte mouw aan. Toen was ik even bij mij achter aan te voelen. En ik dacht, nou, is toch iets frisser. Dus heb ik een thermootje aangedaan met lange mouwen. Helemaal top dat ik dat gedaan heb. Ja, voor de rest vandaag iets leuks. Vroeg, ik ga niet meer naar de fitness. Ik ben vandaag wat eerder naar het bos. Eigenlijk ben tijdens het bos gegaan. Ik moet vandaag naar Halsteren. Dat is ongeveer uur en drie kwartier, uur 5 minuten rijden met de bus. Dus we moeten bij tijds weg. 2:30 voetballen. En ja, als het zo is dat wij vandaag zouden winnen, dan is het nog afhankelijk van wat een andere tegenstander doet vandaag. Mochten die namelijk toevallig vandaag gelijk spelen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we de periodetitel hebben. Dat houdt in dat we een mogelijke kans maken in de nacompetitie dat we wellicht kunnen promoveren. Nou, dat is natuurlijk leuk. Alleen dan is de vraag van, wil je dat eigenlijk wel als club? Ja, prestatiegericht kijkende ja, maar je moet het ook wel als club uiteindelijk ook willen. Dat klinkt heel raar. Maar daar zit natuurlijk best wel veel aan vast. Het is natuurlijk niet alleen maar dat je dan wedstrijden speelt tegen betere teams. Je speelt hogere klasses. Maar het zit hem ook in de spelers. De kwaliteit van de spelers die je moet hebben. Je speelt meer wedstrijden. Dus je komt weer meer uitwedstrijden, meer thuiswedstrijden. Dus er komt meer druk op te staan. Langer, verder weg. Dus er gaat meer tijd in zitten. Al dat soort dingen bij elkaar maakt het dan dat het toch wel lastig is. Ja, het is leuk. Prestatief gezien is het leuk. Alleen organisatorisch moet je kijken van, nou, kunnen we dat wel halen? Kunnen we dat wel bereiken? En handhaven. Laat ik zo zeggen, als jij dan in die klasse zit en je gaat dan uiteindelijk iedere wedstrijd de bietenbrug op, dat je iedere wedstrijd verliest. Ja, dat is qua motivatie niet echt heel fijn. Je kan niet, van welke sporter dan ook, tenminste in mijn optiek van welke sporter dan ook, niet verwachten dat als jij een klasse hoger gaat spelen, dat je genoegen neemt met het feit dat je, dat je het hoog geclasseerd bent, dat je dan uiteindelijk alle wedstrijden gaat verliezen en dan met een hoop plezier blijft voetballen. Dat gaat bijna niet. Je wil iets neerzetten, je wil ook wedstrijden winnen. Dat doet goed, dat doet de mens goed. En als jij een seizoen gaat spelen waarop je
ervan uitgaat dat je alle wedstrijden gaat verliezen, nou, dat werkt niet. Dan kun je beter gewoon zeggen van, weet je, het is leuk, we gaan die na-competitie doen en we zien het wel. Halen we het, dan halen we het. En dan kijken we wat het doet. Halen we het niet, ja, dan houdt het op. Maar ja, ik weet het niet. Het is lastig. Het wordt een lastig stukje. Maar goed. Vooralsnog gaan we in ieder geval vandaag even kijken wat het vandaag wordt. We moeten natuurlijk zelf eerst nog gewoon winnen van Halsteren. Halsteren, een moeilijke ploeg. Wel een goede ploeg ook. We hebben daar al een paar keer tegen gespeeld vorig jaar. In het seizoen speelde daar uit en toen hadden we helemaal niet verwacht dat we überhaupt daar zouden winnen. En toen wonnen we gewoon met 3-1. Ja, dat kan gebeuren. Maar ja, we zullen het wel zien. Wij zijn een beetje in de winning mood. Zij zijn een beetje in de winning mood. Ze hebben beide hetzelfde gehad als wij in het begin van het seizoen. Ook een aantal wedstrijden verloren die je eigenlijk niet had moeten verliezen of hoeven verliezen. Zij hadden hetzelfde probleem. Uiteindelijk ook na de winterstop zijn ze ook weer gaan omschakelen. En ja, dus we zijn aan elkaar gewaagd als het goed is. Maar dat zullen we vanmiddag wel zien. Dus ik ben in ieder geval wel aardig voor in stemming. Dus dat we daar gewoon een lekker potje spelen en dan kijken we wat het wordt. Natuurlijk hopen dat we winnen. Dan hebben we weer een goede reeks achter elkaar. Dan hebben we geloof ik 9 wedstrijden gespeeld waarvan er eentje dan verloren hebben. Er is alleen maar gewonnen. Dat is top. Is gewoon top. Doet het team goed, doet de mens goed, doet de trainer goed. Want ja, die krijgt natuurlijk ook dan voor de kiezer op het moment dat het niet loopt. Mensen zien wel dat het team op zich wel goed genoeg is, alleen het kwam er niet uit. Ja, en nou komt het in één keer, nou vallen alle stukjes een beetje bij elkaar. En het loopt en het draait. Dat is goed. En de bekerwedstrijd zit er ook nog in, dus dat is ook nog leuk. Als we die nog een keer door zouden gaan tot aan de kwartfinales, dan worden we volgend jaar ingelood in de grote KNVB-beker. En dan zou je zomaar bij spreken Ajax kunnen treffen of PSV of weet ik wie. Die kun je dan in de loting treffen. Kan, afhankelijk van. Of keukenkampioen divisieclubs. Pek Zwolle, noem maar op, wie, welke, maakt niet uit. Top. Mooi. Dat is voor later. Vandaag in ieder geval Halsteren. We zullen wel kijken wat gaat worden. Dus. Nou, ik ben intussen thuisgekomen zoals jullie zien. En ik ga afsluiten. En dan doe ik dan weer met de hele bekende korte. Oh nee, wacht even, ik ben het vergeten. Even een duimpje geven natuurlijk. Even abonneren op mijn kanaal. Jongens, doe dat nou toch eens. Doe eens gewoon even de abonneerknop even indrukken. Vind ik leuk. Vind ik niet alleen leuk, dus ook gewoon, ja, een klein beetje de waardering naar mij toe. Alsjeblieft. En nou, komt het helemaal goed. Dan ga ik nu afsluiten. Heel klein, kort showtje. Want het is zondag. En de afsluiting is dan tot de volgende keer. En dan is het de 100ste. Ik zeg zo. Tjoei.